Dan kunnen we beginnen met de agenda van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Zijn er opmerkingen op de notulen? Nee. Puntje 1. Dat is dan een principieel akkoord over het opstarten van een crisisopvangnetwerk. Ik denk dat Peter dat kort gaat inleiden en ik verwacht ook een reactie van Kurt. Ja, wat voor ligt is dus het crisisopvangnetwerk Sottegem, Herzele, Sint-Lieve-Schouten, waarin we samenwerken met CAW. En de bedoeling is dat de drie gemeenten dat principieel goedkeuren voor de periode 2020-2025. En dat daar zou gezorgd worden naast een woning of woningen die ter beschikking worden gesteld, dat daar ook een soort begeleiding wordt voorzien die vanuit CAW zou komen. En voor die begeleiding zouden wij moeten tussenkomen voor een bedrag van een goede 20.000 euro in de eerste jaren. En nadien gaat dat iets minder zijn, 18.000. En de bedoeling is dat op die manier wij gemeenschappelijk, ook met de lokale politie, komen tot een crisisopvangnetwerk waar mensen die in dergelijke crisissituaties verkeren kunnen worden opgevangen. En wij zullen nadien, als dit allemaal is principieel goedgekeurd, op zoek moeten gaan naar twee woningen die wij ter beschikking stellen om dat opvangnetwerk vorm te geven in Zottegem. Dat is precies de bedoeling. Oké, dank u Peter. Kurt, gaat daar een reactie op? Ja, dank u wel, voorzitter. Inderdaad, allee, we vinden dat vanuit de SPA een zeer goed initiatief. Dat zeker onze steun kan wegdragen. Allee, we willen dat zeker mee goedkeuren, want er is wel nood aan dergelijke opvanginitiatieven. En het is goed ook dat er met dat er grensoverschrijdend wordt samengewerkt met verschillende gemeenten. En dat er ook met CAW wordt samengewerkt, omdat die daar toch een zekere expertise in hebben. Dus dat kan zeker op onze steun rekenen. Wel één concrete vraag, Peter. Ik heb gezien dus dat de verschillende gemeenten brengen één woning in, op uitzondering van Zottegem. Het CAW brengt ook één woning in en Zottegem brengt er twee in. En er staat, ja, dat is nog nader te bepalen, die woningen. Maar ik kan me toch voorstellen, als je dat opstart, aan welke woningen denkt je? En maakt u ook sterk dat u die twee woningen gaat vinden? Want een volgend puntje op die agenda hier van de OCMW-raad is net de verkoop van die woning op de Bukke. Wat dat mij toch een beetje contradictorisch lijkt. Dat is een woning die al gediend heeft als noodwoning, als opvangtehuis. Dus aan welke woningen denkt u concreet en ziet u dat te gaan? Peter? Ik denk dat we eerst moesten de principesbeslissing nemen en dat we nu moeten uitkijken. Nu, de Bukke was, ik ben daar binnen geweest, dat is echt uitgeleefd tot en met. Hè. Dus als we dat terug moesten renoveren, ik denk dat dat quasi, dat was natuurlijk betaalbaar, maar dat was niet meer in verhouding tot wat dat was. Dus ik denk dat dat geen goede optie was. Maar misschien kunnen die gelden die we daar van krijgen, van die verkoop, terug geïnvesteerd worden. Hè. Dus we gaan moeten uitkijken, persoonlijk. Ja, denk ik dat er misschien wel wat mogelijkheden zijn. Conciergewoningen die vrijkomen of iets. Er zijn een aantal mogelijkheden. Maar ik denk dat we dat nog nader moeten bekijken. Dank u wel. Ik heb nog geen idee in de gedachten. Oké. Zijn er nog opmerkingen rond? Nee. Oké, kunnen we overgaan tot stemming? Kurt? Ja, voor ons ook niet. Maar dit kan nog niet zeggen, precies. Wie? Ik denk dat Dirk nog wel tussen. Ah ja, maar kijk, ik zie, er staan te veel handjes omhoog. Ik zie Kurt Deur en two others. Ja, Dirk, sorry. Ja, maar ik had gewoon een eenvoudige vraag. Dus we zijn wel voor die noodwoningen. Maar wat zijn de noodwoningen vandaag in Zottegem? Wat is het gebruik en wat is de bezetting ervan? Gewoon informatief. En de twee noodwoningen die hier staan, komen die er bovenop of niet? In principe komen die daar bovenop, want die hebben een andere doelstelling. Hè. Dus vandaag, denk ik, is er maar één die effectief gebruiksklaar is. Dat is in Godveerlingen. En die is lange tijd bezet geweest. Ik denk dat die man daar voorlopig niet meer woont. Tenzij ik de laatste weken gemist heb.
Maar die is dus relatief lang bezet geweest. En dan hadden wij nog een andere woning waar een hele grote historiek achter zit van niet betalen van huur. En, maar ik denk dat daar de procedure loopt om de uithuiszetting te finaliseren. Maar dat zal de algemene directeur weten of dat effectief gebeurd al is. De laatste. Ja, de timing was daar 8 juni, maar de mensen gingen daar vroeger vertrekken. Dat is het laatste dat ik daarvan goed heb. Oké, bedankt. Kurt, oké. Cynthia van de Steen? Ja, oké voor ons. Cynthia Braams? Oké voor ons. Heidi? Akkoord. Dirk? Akkoord. Dankjewel. Puntje 2 gaat over, ja, dat is al een paar keer aan bod gekomen, gaat over verkoop van een vroegere noodwoning. Ik weet niet of jij daar nog veel moet over vertellen, Peter. Nee, dat is allemaal toegelicht er straks. Ja, inderdaad. Ik heb dan 2 reacties van Jana en van Heidi. Ja, ik ga mijn beurt doorgeven aan Kurt. Aan? Kurt. Ja. Kurt? Wel ja, heel kort verwijzen naar de vorige punten ook en naar wat Louis zijn tussenkomst was over het vrederecht, rond visie over patrimonium. En dan nog Peter gezegd, ja, de buurt is in slechte staat. Dat zal hoogstwaarschijnlijk wel inderdaad geval zijn. Maar in het verleden hebben we dat nog laten renoveren, onder andere met federale subsidies. Is er daar naar uitgekeken of dat je dat kunt doen? Dus ik denk dat dat een tweetal keer gebeurd is de voorbije 20 jaar. En ik weet dat dat huis redelijk rap aan slijtage onderhevig is, gezien de intense bewoning en gebruikers die er zijn. Maar is er daar al naar gekeken, eventueel naar een subsidie? Want als je dat nu natuurlijk van de hand doet, dan zijn het ook kwijt als mogelijke noodwoning in het kader van dat crisisnetwerk, crisisopvangnetwerk. Dus vandaar dat ons dat geen verstandige keuze lijkt om dat nu onmiddellijk van de hand te doen. Heidi? Ja, ik heb een beetje een gelijkaardige tussenkomst. Ik vond dat enorm bizar. In het eerste punt zoekt de 2 woningen en in het tweede punt doet een woning van de hand. Nu, inderdaad, je kunt zeggen, ik ben daar een keer binnen geweest en dat is in slechte staat. Maar als je het renoveert, hoeveel geld gaat dat kosten? Is dat onderzocht? Een nieuwe woning kopen kost ontzettend veel geld, ook in Zottegem. Dus volgens mij toch meer dan een renovatie. Dus ik begreep het eigenlijk niet goed. Eerst zoekt de woningen en dan verkoopt een woning. Dus voor mij was dat een raar gegeven. Peter? Ja, ik heb al uitgelegd waarom we dat doen. Hè. Deze woning was niet meer geschikt. En de kost om het te renoveren was veel te groot. Dus ik denk dat het de opportuniteit... Ja, die hebben niet laten berekenen omdat die zo groot is. Dus je weet dat de kost te hoog is, maar je weet niet hoeveel dat is. Oké. Okay. Jij bent slimmer dan wij. Hè. Ja. Dat heb ik niet gezegd. Hè. Nee. Als ik mij baseer op iets om te zeggen van het kost te veel geld, dan weet ik... Zijn er binnen geweest? Zijn er binnen geweest? Dat doet niet ter zake. Ja, toch wel, ja. Dan weet je niet wat er moet gebeuren. Ik ben geen bouwexpert, laat staan. Ja, maar ik ben er wel binnen geweest. Ik heb gezien hoe in welke staat het is. Dat is helemaal te renoveren. Dat moet gestript worden. Dat kost u meer dan 100.000 euro. Dat kun je niet maar maken. Maar je gaat toch geen huis kopen met 100.000 euro? Maar wie zegt dat we een huis gaan kopen? We hebben nog huizen in patrimonium. Oké, goed. Kunnen we overgaan tot de stemming? Oh boy. Kurt? Ja, uw commentaar vind ik beneden alle pijl. Wij stemmen tegen. Het is niet omdat we niet met u akkoord zijn dat je zo moet reageren. Hè? Houd uw commentaar voor uzelf. Zeker om 12 uur. Oké, Kurt, jij stemt tegen de SPA-fractie. Ja. Cynthia van de Steen? Wij stemmen voor. Cynthia Braams? Wij zijn akkoord. Heidi? Onthouden. Onthouden. Dirk? Oké, voor ons. Ja. Puntje 3. Ook voor Peter, zou ik zeggen. Ja, Zwan wil toetreden tot de katrol voor 3 gezinnen. Dus zij gaan gebruik maken van onze dienstverlening die wij thuis van het kind hebben ontwikkeld.
En dat is dan een kostprijs van 1400 euro per traject. En zij wensen dat voor 3 trajecten te doen. Oké. Ik heb daar geen opmerkingen rond gekregen. Kunnen we overgaan tot de stemming? Kurt? Ja, voor ons is dat oké. Cynthia van de Steen? Ja, ook voor ons is dat oké. Cynthia Braams? Voor ons ook oké. Heidi? Akkoord. Dirk? Oké. Goed, prima. We komen aan het laatste punt van de agenda. Is er nog een bijkomend punt? Is het financiële steunkader van het OCMW Zottegem. Ik denk dat Peter dat kort gaat toelichten en ik verwacht dan nog een interventie van Kurt en Heidi. Ja, dat steunkader is eigenlijk het samenbrengen van alle principes die wij hanteren binnen de sociale dienst om allerlei vormen van steun buiten de federale klassieke steun. Hè. Dus niet het leefloon en leefgeld en de installatiepremie, maar al de andere vormen van steun die wij verlenen, proberen wij te objectiveren. En die vind je terug in dit steunkader. Dus dat is een breed kader met allerlei principes die gehanteerd worden om de steunverlening maximaal te objectiveren. Want dat is eigenlijk toch wel de bedoeling, dat iedereen vanuit een objectief steunkader met basisbeginselen wordt bekeken, elke vraag op zijn merites wordt beoordeeld en dat dat ook op die manier wordt afgehandeld. Dit is volledig uitgeschreven en zeer concreet. Daar hebben mensen heel hard aan gewerkt binnen onze sociale dienst. Dus dat geeft een mooi, geen hoogdravend, maar een mooi overzicht van de basisbeginselen die we hanteren. En dat is voor iedereen klaar en duidelijk. En daar kan dan ook worden op teruggevallen indien men bepaalde steun wil verkrijgen. En we vragen de goedkeuring hiervan. Kurt? Ja, ik heb dat een keer gelezen, Pieter, en ik heb er toch een aantal vragen bij. Dus je hebt een klein beetje de historiek geschetst van het totstandkomen van dit steunkader. Maar ik vind de aanhef soms nogal raar van dat punt. Dus op vraag van wie is dat er in feite gekomen? Want daar blijf ik, heb ik het antwoord niet kunnen lezen. Dus op vraag van wie is dat er gekomen? En is ook, aangezien dat een werkkader is, waarbinnen dat er dat ook het bijzonder comité voor de sociale dienst zal mee geconfronteerd worden, werd er advies gevraagd aan het bijzonder comité voor de sociale dienst aan de leden, aangezien dat zij daar naast de maatschappelijk werkers ook wel mee geconfronteerd zullen worden in het besluitvormingsproces. Want het is tenslotte de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst die de uiteindelijke beslissingen nemen. Dus is dat advies gevraagd, want bij de verwijzingsdocumenten die in het dossier zaten, heb ik geen verwijzing gevonden naar een advies van het bijzonder comité. Is dat een vergetelheid of is er geen advies gevraagd? Want die decreet lokaal bestuur laat dat perfect toe. Hè. Dus die zeggen dus dat er advies kan gevraagd worden en niet bindend advies aan het sociaal comité. Heidi? Ja, ik ga even teruggrijpen naar het document. Nu, het feit op zich dat je zo'n financieel referentiekader wilt uitwerken, vind ik een zeer goed idee. Als we kijken op bladzijde 5, dan staat daar op een bepaald moment een link. Dus onder puntje 3 referentiebudgetten volgens CIBUD. Die link die werkt niet, dus je kunt daar wel op klikken. Je kunt daar een paar kunt daar ingeven. Mijn gezin bestaat uit 2 volwassenen en 2 kinderen. Maar als je dan verder gaat, dan blokkeert die. Dan op bladzijde 7, en dat vind ik wel regelmatig terug in heel het document, maar dat is natuurlijk ook het moeilijke. Er staan nogal veel in van het is individueel te bekijken. Er zijn altijd uitzonderlijke gevallen, maar dat is natuurlijk, ja, dat is zeer algemeen. En ja, het kader is dan een beetje zoek, denk ik. Op bladzijde, op punt 4.2...
een beetje verder scrollen. Dat gaat over de financiële steun. Worden daar vier parameters opgesomd. De financiële draagkracht van de aanvrager, medewerking aan hulpverleningstraject, collectieve schuldenregeling en totale schuld aan het OCMW. De vier parameters vormen een grondige argumentatie om over te gaan tot het niet terugvorderbaar stellen. Maar dan vraag ik mij af, hoe gaat die parameters, hoe gaat dat precies meten? Want medewerking aan het hulpverleningstraject, dat is natuurlijk ook een subjectief gegeven. Op bladzijde 9 staat er op een bepaald moment positief begeleidingstraject van minstens 3 maanden. Ik vraag mij af, wat gebeurt er dan met mensen die nog geen 3 maanden in een begeleidingstraject zitten? Op bladzijde 10 moet ik even zoeken naar het woord, maar ja, ik heb het gevonden. Gezinnen die door, staat onder rubriek 5.1.2. Minimale levering gas. Gezinnen die door betalingsproblemen zijn gedropt door een energieleverancier. Ik vond dat woord nogal, ik vond dat nogal een brusk woord. Er is een afkorting in het document, CSR op bladzijde 12. Wat betekent die afkorting? En dan bladzijde 16. Gaat over de voedselpakketten. Ja, daar staat bij 3 keer niet afhalen of valideren van het voedselpakket zonder verwittigen wordt het gezin geschrapt van de lijst. Betekent dat dat daar geen enkel contact wordt opgenomen dan met dat gezin of dat er niet geprobeerd wordt te achterhalen van wat loopt hier mis? Ik vond dat ook nogal snel en nogal een bruske schrapping zo. Bladzijde 18. Inkomen is niet hoger dan het steunbarema. Is dat het minimumbarema of welk barema wordt daar precies bedoeld? En dan op bladzijde 19, en ik vind dat eigenlijk terug voor veel zaken, dus niet alleen, daar is het voorbeeld van een bril, maar dat komt nog op andere tussenkomsten ook. Daar wordt daar regelmatig misbruik vermeld. En ik vraag mij af, ja, moet dat effectief zo verwoord worden? Want misbruik, ik vind dat er, gaat er precies vanuit dat mensen een nieuwe bril kopen om ervan te profiteren. Als je ziet hoe hoog dat die tussenkomsten dan ook maar zijn. Allee, ik vond dat ook zo'n beetje ja, nogal suggestief woordgebruik. Tot daar mijn tussenkomst. Ja. Heidi, ik stel voor dat je mij uw vragen overmaakt. Ik heb ze niet allemaal kunnen noteren. Ik zal u dan schriftelijk alle details geven die u gevraagd hebt. De suggestie van bepaalde taal en het taalgebruik, dat wordt gedaan omdat er zijn inderdaad mensen die misbruik maken. Hè? Mensen die 3 keer niet komen opdagen, die worden geschrapt, worden die gerustgelaten. Nee, tegendeel, we blijven die opvolgen, maar er zijn ook grenzen aan de rechten en aan de hulp die je biedt. En je moet mensen ook die grenzen leren kennen. Dat is mijn ervaring van het voorbije 1,5 jaar. Als je mensen ongebreideld hulp biedt en je stelt daar geen grenzen aan, leidt dat vaak tot misbruik. Het is niet omdat ze hulpbehoeftig zijn dat er geen grenzen kunnen gesteld worden. En dat kan misschien wat hard klinken, maar het zijn mensen die in de dagelijkse realiteit staan. Als je ziet wie de nota gemaakt heeft, zijn mensen met 20, 30 jaar ervaring die weten waarover het gaat. En ook woorden zoals droppen, ik vind dat niet zo negatief. Hè. Dat is de realiteit. Dus je moet durven de waarheid, die mensen de waarheid voor ogen houden en een spiegel voorhouden om hen erop te wijzen dat het niet allemaal vanzelf komt. Hè. Zijn we dan heel hard? Nee, we zijn juist heel
behulpzaam en we proberen mensen te helpen die er nood aan hebben. Maar als je geen grenzen stelt, dan word je gesjareld. Dat is mijn ervaring. Hè. Door sommigen, er zitten niet allemaal mensen bij die het goed voor hebben. Er zijn ook anderen tussen. En vandaar dat, denk ik, die grenzen wel belangrijk zijn. Dat document, Kurt, dient als houvast voor de maatschappelijk werkers. Het is vanuit die ervaring dat er nood was aan zo'n document, aan richtlijnen waaraan men zich kan houden, om een zekere objectivering van de vragen te kunnen doorvoeren. We hebben dat niet voorgelegd aan het comité. Dat had gekund. Als je daar absoluut een punt van maakt, heb ik daar geen bezwaar tegen dat we dat toch voorleggen en uitstellen. Maar ik dacht dat de OCMW-raad in staat moest zijn om dit document zelf te beoordelen. Maar als je daar absoluut een punt van maakt, is dat voor mij geen probleem om dat nog een maand uit te stellen. Maar ik zou het jammer vinden. Maar dat is niet voorgelegd. Ik ga daar niet rond de pot draaien. Dat is niet om me voorbij te steken, maar ik dacht dat de OCMW-raad, en dat is juridisch ook zo, het orgaan is waar het moet besproken en beslist worden. Maar als je absoluut een advies wil, kan dat wat mij betreft. Maar ik sta er niet op. Ja, voor de rest zijde zal ik op al uw detailvragen, antwoorden, afkortingen en andere verwijzingen naar websites die niet werken en zo verder. We zullen dat dan bekijken wat daar aan scheelt en desgevallend aanpassen. Ja. Peter, als je dat aangepast hebt, kun je dat aan alle gemeenteraadsleden bezorgen? Ja. Oké. Okay. Oké, kunnen we daarover stemmen? Peter? Ja, Kurt? Wel, het is niet voor moeilijk te doen, maar toen dat wij onze leden van het bijzonder comité gecontacteerd hebben om ons hierin te adviseren, vielen zij uit de lucht. Dus ze kenden de inhoud niet. En dat lijkt ons nu toch wel materie waar dat zij ook zullen mee geconfronteerd worden. Dus er zal waarschijnlijk in beslissingen die voorliggen aan het bijzonder comité van de sociale dienst, die uitgewerkt zijn door de maatschappelijk werkers, zal er wel vaak verwezen worden naar dat document, omdat dat een leidraad is. Dus, weet je... Nee, ze gaan niet uit de lucht vallen, Kurt, want dit zijn de richtlijnen, de leidraad, die we al anderhalf jaar en veel langer al gebruiken. Hè. Dus al wat hierin samengebracht, hebben zij door de honderden dossiers van de voorbije maanden aan de lijve ondervonden. Hè. Dat zijn precies de objectieve elementen die worden aangereikt om bepaalde steun te geven of niet. Dus er zit niks verrassend in voor hen. Maar als je absoluut wil dat dat document met mij besproken wordt, ik heb daar geen probleem mee, want er zal voor hen geen enkele verrassing in zitten. De verrassing is dat het allemaal is mooi samengebracht in één document. Als ik sprak over een verrassing, dan heb ik inderdaad, Pieter, over het feit dat er een steunkader is opgesteld, dat dat uitgeschreven is, uitgetekend is. En vandaar dat het wel goed zou zijn, aangezien dat zij daar ook zullen mee geconfronteerd worden. Ik zei, er zal dikwijls in voorstellen van beslissing voor het bijzonder comité zal daarnaar verwezen worden. Maar toch best de honger, hun advies erin vragen. Ik zei, het decreet lokaal bestuur laat toe. Het bijzonder comité heeft twee bevoegdheden, twee grote poten van bevoegdheden. Eén is beslissingen nemen over individuele steun. En twee is ook advies, het zij proactief advies, het zij advies op vraag rond dergelijke zaken. Dus wat dat ons betreft stellen wij inderdaad voor als SPA dat dan een keer voorgelegd wordt aan de leden van het bijzonder comité en dat ze een advies uitbrengen naar een OCMW-raad, waar dat wij het uiteindelijk inderdaad moeten over beslissen. Dat klopt. Peter? Ja. Ik heb geprobeerd om dat voor te leggen, maar het is ja... Okay, als men daarop staat, maar ik vind het een beetje dubbel werk, omdat die mensen al die criteria kennen, hè. We passen die al maanden toe. Hè? En zelfs de voorgangers passen dezelfde criteria toe. Maar als Kurt daarop staat, ik heb er veel moeite mee. Ja, ik heb veel respect voor de leden van het comité om dat niet te doen. Want dat zijn allemaal mensen die van goede wil. Dus ik heb daar geen moeite mee. Als ze daar gelukkig van wordt, gaan we dat doen. Oké, Peter. Ik stel dat voor dat we daar niet over stemmen nu. En dat je het advies ervan vraagt aan de leden van het bijzonder comité. Ja. Oké? Okay? Ja. Oké, okay, merci. Bedankt Peter, bedankt Kurt. Dan kunnen we hier de officiële agenda afsluiten.
En dan kunnen we sluiten met een puntje van de SPA-fractie over de... Ik denk dat Louis dat gaat voor zijn rekening nemen. Hè? Ja, ja oké. Okay. Bedankt, voorzitter. Goede laatste. Dus over dat basisbudget van die aankoopkaart van de Koruit. Ten eerste, we zagen in 2019 een forse stijging in de bedeling van die extra voedselpakketten vanuit het OCMW. En die stijging heeft zich ook doorheen het jaar verder doorgetrokken. En die tendens van vorig jaar, dat baart onze fractie uiteraard wel zorgen in tijden van corona. Hè. En we zien ook momenteel dat de voedselbedeling in heel Vlaanderen, die bij ons door Lichtpunt wordt georganiseerd, wel zwaar onder druk komt. In Oostende spreekt men zelf van ongeveer 30% meer mensen die beroep moeten doen op die voedselbedeling. Maar aan de andere kant zijn er ook heel wat vrijwilligers die uitvallen bij dat bedelen. En daarbij komend nog steeds het aanslepend hamstergedrag dat plaatsvindt binnen onze supermarkten. Daardoor zijn er ook veel minder voedingsoverschotten dan gewoonlijk, wat dat toch wel resulteert in een gevaarlijke cocktail voor wie dat beroep moet doen op dergelijke ondersteuning. Dus vandaar enkele vragen. Is er ten eerste een significante stijging van personen die beroep doen op de diensten van Lichtpunt in Zottegem, of die tijdelijke noodhulppakketten? En ten tweede, ervaart Lichtpunt ook problemen bij de organisatie van de voedselbedeling die gerelateerd zijn aan COVID-19? Nu verder, vorig jaar werd er al beslist om Lichtpunt en de mensen die er voorlopig niet terecht kunnen, door plaatsgebrek, bij te staan met extra tijdelijke noodhulppakketten via een aankoopkaart bij de Koolruit. Daarbij krijgt elk hulpbehoevend gezin recht op een basisbudget van €20, met €5 per kind, jonger dan 14, €10 per kind, ouder dan 14 per maand. En onze fractie zou daarbij eigenlijk willen voorstellen om dat basisbudget te gaan verhogen tijdens deze crisis. En daarbij te verdubbelen van €20 naar €40 per gezin. En dat heeft volgens mij toch wel wat legitieme redenen. De economische recessie die op komst is en het grote jobverlies, dat daar hoogstwaarschijnlijk zal mee gepaard gaan. Men spreekt al van 180.000 jobs in de Belgische bedrijven die zouden vallen. Dan voorspelt dat niet veel goed voor wie dat nu al moeilijk heeft of maar net de lippen boven water kan houden. En ik denk dat we als stad ervoor moeten gaan en dat we niet kunnen tolereren dat onze kwetsbare inwoners honger zouden moeten lijden omwille van deze toch wel harde realiteit. En ik denk dat we ook absoluut moeten ingrijpen met sociale maatregelen die dat kunnen verhinderen. En ik denk dat die realiteit ook zeer wezenlijk is. Dat werd vandaag nog een keer schrijnend duidelijk voor degenen dat gezien hebben op het Karowiet-journaal of Places. Er was er eigenlijk wel een toch wel zeer triestige reportage van Dylan, dus een jonge gast van 13 jaar uit een kwetsbaar gezin, naar aanleiding van de rapport dat ik het er juist over had van Uit de Marge, die een heel schrijnende situatie schetst over de kwetsbare kinderen en jongeren in Vlaanderen. En Dylan zei, als hij één ding kon wensen, dat wordt eigenlijk gewoon een beetje meer geld om eten te kopen voor zijn gezin en voor hem, want dat is bijna op. En ik denk dat er nog heel wat Dylans in Vlaanderen zijn, en zeker ook in Zottegem, die dezelfde wens zullen hebben. Dus vandaar zou ik toch graag aan de OCMW dat bij deze willen voorstellen om dat besluit aan te passen. Ik heb hier al neergeschreven ook in mijn vraag zelf. Dus om artikel 3 in het besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van 16 september 2019 omtrent dit punt aan te passen in de zin van dat we dat verhogen naar 40 tijdens minstens zolang we getroffen worden door de COVID-19-epidemie. Bedankt, Louis. Peter? Ja, misschien kort het basisbeginsel nog eens uitleggen. Dus Lichtpunt geeft voedselpakketten voor een 70-tal gezinnen. En het OCMW, wat is hun maximumcapaciteit? Als er meer vraag is, worden die door het OCMW bedeeld, die voedselpakketten, boven de 70. Nu, stilaan, in de loop der jaren is dat ook opgelopen, het aantal dat door het OCMW bedeeld werd, waardoor wij op een bepaald moment ervoor gekozen hebben om dat om te zetten in die bonnen van de Koolruit. We moeten van in het begin hebben uitgelegd dat we goed moeten opletten dat er geen concurrentie ontstaat tussen wat Lichtpunt doet, met name voedsel en voedseloverschotten die zij kunnen verkrijgen, te bedelen en wat wij doen. Vandaar dat we ook het voorstel gedaan hebben om de sociale kruidenier te ontwikkelen samen met Lichtpunt, zodat die twee elkaar overgaan in een sociale kruidenierswinkel. Dat is eigenlijk de doelstelling. Dus als wij zouden beslissen om onze bonnen te verhogen, moeten we in overleg gaan met Lichtpunt.
om te beletten dat wat wij kunnen geven aan onze gezinnen die wij bedelen of bedienen, niet meer waard is dan wat zij aan kunnen. Want anders gaat je een ongewilde concurrentieslag organiseren tussen twee instanties die eigenlijk hetzelfde tot doel hebben, met name mensen die het moeilijk hebben om voedsel te kopen, om die te helpen. Dus dat kunnen we zomaar niet doen. Dat is een beslissing die we zomaar niet kunnen nemen. Wat het aantal betreft, er is een stijging van het aantal. We zitten nu, de laatste cijfers zijn 60 en 68 gezinnen, waar wij normaal rond deze periode vorig jaar op 55 en 58 zaten. Dus er is inderdaad zijn een tiental gezinnen bijgekomen in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Dus dat is een, voor wat ons betreft een significante stijging. Daarnaast heeft... Dus we zitten bijna op de 70 die lichtpunten ook bedeelt. Hè. Dus samen een 170-tal, waar dat vorig jaar een 130-tal was rond deze periode. Want dat schommelt zeer eigenaardig rond kerst en nieuwjaar. En begin januari daalt dat altijd zeer serieus. En dan loopt dat wat op. Mei, juni, juli stijgen die cijfers altijd. Dus er is wel degelijk een stijging waar te nemen. In absolute aantallen is dat relatief. Hè. Dat gaat maar over 10 gezinnen. Maar het zijn 10 gezinnen die hulpbehoevend zijn en die de weg vinden naar het OCW. Dus ik zou liever blijven inzetten op de groep te vergroten die nood heeft, eerder dan om de bon, de prijs van de bon of de waarde van de bon te verhogen, omdat je dan een lichtpunt in een groot probleem brengt. Want de aanvoer van overschotten is er zeker niet op vergroot. En je hebt aangegeven waarom. Dus die voedseloverschotten die zijn op dit moment niet van die aard dat zij hun pakket zomaar kunnen verhogen om de kostprijs ervan of de waarde ervan te verdubbelen. Dus we gaan dat, als we dat willen doen, goed moeten overleggen en uiteraard ook het budget vinden. Maar dat is een tweede zaak. Maar het uiteindelijke doel moet zijn om samen de kruidenier te gaan opzetten en ontwikkelen zodanig dat de mensen zelf op een waardige manier de eigen middelen kunnen komen kopen aan een betaalbare prijs. En dan zelf de keuze kunnen maken welke producten zij kopen. Ja, merci Peter. Nog een korte reactie. Die sociale kruidenier, dat is zeker de doelstelling. Dat vind ik ook. En daar steunen we jullie ook in. Maar ik zou toch wel aandringen op een overleg waarbij dat je kijkt samen met Lichtpunt naar een oplossing die vooral te goede komt aan degenen dat nodig hebben uiteraard. En ik weet niet of dat wij eventueel als OCMW daar Lichtpunt kunnen verder ondersteunen bij hun pakketten ook te gaan verhogen. Ik zou alleszins toch aandringen dat je probeert te kijken wat er mogelijk is om de aanbod te gaan toch tijdelijk tenminste vergroten en verbeteren. Want ik denk dat de sociale ravage dat zich nu een beetje onder de radar afspeelt... niet te overzien zal zijn als we niet alles eraan doen om tegemoet te komen aan de noden van die mensen. Oké. Bedankt, Louis. Ik denk dat we hierbij dan de vergadering kunnen afsluiten. Zoals afgesproken... gaan we het scenario vanuit dat de vergadering van 15 juni dat die digitaal verloopt, maar dat we op dat ogenblik ook kunnen werken met aanwezigheid van het publiek en dat er de nodige stappen voor gaan genomen worden. Ik stel ook voor dat we volgende week een nieuw overleg organiseren met de fractiesleiders voor het corona-overleg. Ik zal daar met de burgemeester en met de algemeen directeur vragen om een uitnodiging uit te sturen. En als er anders geen opmerkingen of vragen zijn, zou ik hierbij willen de vergadering afsluiten. Goed. Bedankt voor voor de vergadering. Peter, ik heb nog een vraagje. Ik had mijn handen omhoog gestoken. Ja. Peter, juist een kort vraagje. Je verwees naar de raad van 15 juni, maar op fractieleidersoverleg vorige week was er gezegd om ook in te houden op 29 juni, dus ja, twee weken later. Ja. Maar, ja. Dus het is goed dat, misschien dat iedereen dat weet. Dat ja. Ik heb dat ook in... ik dacht dat ik dat naar alle fractieleiders gestuurd heb.
dingen. Inderdaad, maandag 15 juni en maandag 29 juni zijn er dus twee vergaderingen in juni. Ik ga ervan uit dat we ons voorbereiden op een digitale meeting op 15 juni, dat er alles voor in orde gebracht wordt. En laat ons hopen dat we fysiek kunnen samenkomen. Oké, merci. Goed. Dank u wel. Bedankt allemaal. Merci. Goedenavond. Goedenavond.